We zijn in Twente, de zon schijnt hier altijd, zeg ik altijd. En ik ga nu eigenlijk even iemand naar voren roepen die alles te maken heeft met het team. En ja, dat is een vrouw. En zij is het levend bewijs dat vrouwen tegenwoordig de baas zijn. Want ze heeft 19 mannen onder zich. Mag ik een hartelijk applaus voor de teamleider Irene van den Hof. Zo, dag Irene. Goedemiddag. Hoe gaat het met jou? Hartstikke goed. Bijzondere dag vandaag. Ja, ik heb heel veel zin in. Mooi dat er zoveel mensen zijn. En de zon schijnt. Dat ook. Kan het beter. Nee. En dat is natuurlijk ook niks voor niet. Hey Irene, jij hebt een heel team onder je. 19 mannen maar liefst. Ja, 19 in totaal zijn we, dus ja. Maar waar zijn ze? Want ik zie ze helemaal niet. Nou, als het goed is, zijn ze allemaal om de hoek. Ik hoop dat ze er allemaal zijn. Want mijn ervaring is dat bij het solo team geen minuut onbesteed gelaten wordt. Dus ik hoop dat ze allemaal zich van het kantoor bevrijd hebben en hier klaarstaan voor ons. Want er moeten nog heel wat berekeningen gedaan worden voor de mock-up. Dus ik hoop dat ze... De mock-up. Dat is het eerste technische term die valt waar ik niet van weet wat het is. Wat is dat, een mock-up? Dat is een, eigenlijk een aluminium testwagen waarbij alle mechanische en elektrische onderdelen getest worden. En 2 weken geleden zijn we op het vliegveld geweest om de eerste meters te maken met de testwagen. Dus hij doet het al? Ja, hij rijdt. In de vlog zijn er ook al wat beelden voorbij gekomen van hoe die over de kettle grid rijdt. En het is gewoon heel mooi om te zien dat we samen met al deze mensen in de zaal en de 19 teamleden het eerste echte bewijs hebben dat we van de winnende auto. En dat we echt wat werk hebben staan. Dus, nog een keertje? De winnende auto. De winnende auto, dat duidelijk is. Kijk, hè, tukkers worden wakker. Jawel, de winnende auto. En Irene, hoe rijdt die? Ja, goed. Ja, gaat hartstikke snel. En aerodynamisch is hij nog niet klaar als hij in de mock-up zit. De aerodynamische schil wordt vandaag natuurlijk wel onthuld. Dat is het design, hè? Ja, precies. Die gaan we vandaag laten zien. Dus hij gaat al aardig snel, maar als straks de aerodynamica er ook goed omheen zit, dan gaat hij nog een stuk sneller. Hey, vandaag was nog meer een bijzondere dag, want behalve van de onthulling van het design, hè, zometeen hier live op het scherm, zijn jullie ook met jongeren aan het werk geweest. Hoe oud waren die jongeren? Ja, basisschoolkinderen van dus 4e, 5e klas van de basisschool. We hadden 50 basisschoolscholieren hier uitgenodigd vanmiddag. Net? Ja, vanmiddag. En uit Twente. En die zijn hier in het Design Lab bezig geweest met het ontwerpen van een auto van de toekomst. Dus daarmee willen we kinderen uitdagen om na te denken over duurzaamheid en techniek. En op die manier het draagvlak te vergroten. Dus dat was een hele geslaagde middag. Uiteindelijk gaan die ontwerpen worden bekeken door industrieel ontwerpstudenten van Saxion en Universiteit Twente. En de beste ontwerpen die worden dan uitgekozen en uitgewerkt om uiteindelijk door ROC-studenten tot een zeepkist te worden omgezet. Dus die ouders die worden echt gemaakt? De ouders worden echt gemaakt en op 28 juni, zet het in de agenda, dan gaat er een zeepkistenrace plaatsvinden waarin dus de auto's van de toekomst tot leven worden gebracht. En het allemaal hier op de Hengeloze Straat? allemaal hier. Ja, het vliegveld wordt de race gereden, dus zo zijn we op heel veel verschillende plekken in Twente bezig met het ontwerp van de toekomst. Bring design to life. Precies. Maar dat is ook de noemer vandaag. Ja, empowered by human energy. Dus bring design to life, powered by human energy. Ja zo gaat het. En ik heb zelfs een filmpje van vanmorgen. Van vandaag? Ja. Laten we kijken. Ja, dat denk ik ook. Als het goed is. Er zit iemand in mijn oor te toeteren, dat hoort erbij. Wat zeg je? Het filmpje komt later. Het filmpje komt later. Dan gaan we door. Het filmpje is er nog niet. Ja. Nee. Okay. Dan doen we dat later. Maar ik ben benieuwd naar die mannen die jij hebt meegenomen. Kom even hier in het midden staan, want het zijn er dus 19. Ik wil Keizer niet gewoon naar voren roepen. Je bent toch een beetje de baas. Wat gebeurt er als je in je handen klapt bijvoorbeeld? Nou, misschien dat mijn managementteam naar voren kan komen. Elise, Robin en Maarten. En ik denk dat we een beetje plaats moeten maken. Je hebt ze allemaal meegenomen. Dus je managementteam. Ja, en elektrotechniek en dataacquisitie. Fieke, Koen. Aerodynamica. Koen, Julian en Lars. Mechanica. Erwin, Jelle. Structureel ontwerp. Gijs. Mark. Hoofdproduct Stan, externe betrekkingen, Wouter en Timothy en media Justine. Daar staan ze allemaal. Ja, geef ze nog een applaus, want dit zijn de mensen die het doen. En waarvan jullie straks het resultaat gaan zien. Absoluut, ja. Ik denk dat we gaan beginnen met de quiz. Volgens mij ook. Zullen we beginnen met de quiz?
Hartstikke goed. Nou, nemen jullie nog even het zonnetje. Hè? Ze staan nog even. Je kan trouwens foto's maken. Dat is leuk. Hè? En zet ze dan ook gelijk online. We hebben een Twitter-account. Hè? STT, dat is het Solar Team Twente. Wat anders. En ik vind het ook zo mooi dat ze allemaal in het rood gekleurd zijn. Hè? Het is niet alleen de kleur van Twente rood. Het is ook de kleur van de hartstocht en de passie. En rood is ook nog de kleur van het gevaar. Dus concurrenten, jullie weten wat jullie te wachten staat. Geef ze nog een applaus. Solar Team Twente! Dankjewel. Goed, dan gaan we naar de quiz. En omdat de quiz interactief is, willen wij vragen voor deze ene keer om je mobiele telefoon aan te houden. Want die heb je zo meteen nodig. En wij gaan namelijk inloggen. Wij gaan inloggen, dus doe allemaal even je webbrowser open. En wij gaan naar een bepaalde website en dat is de website shakeq.nl. Voor de mensen die slecht zijn in Engels, Simon, Hendrik, Anton, Karel, Eduard... En dan de Q.nl. Doe vooral mee, want het gaat erom dat dit powered is by human energy. En hoe meer van jullie meedoen, hoe sneller zometeen het ontwerp van de nieuwe Solar Team auto op het scherm verschijnt. We gaan naar de eerste vraag, aerodynamica. En geen internet. UT Guest, gebruikersnaam 8. Oh ja, dat is als je dus geen databundel hebt. U heeft een databundel. Dan kan je dus inloggen op UT Guest met gebruikersnaam 8441@edu.nl. En het wachtwoord is Zauwier. Ik hoop dat iedereen verbonden is. Zijn jullie verbonden inmiddels? Heel fijn, dan gaan we beginnen met de eerste vraag. Mag ik de eerste vraag op het scherm? Die heeft te maken met aerodynamica. Ik weet daar zelf erg weinig van, maar andere mensen gelukkig wel. Wielrenners fietsen graag in een groep, heel dicht achter elkaar. De rijders kunnen dan met minder inspanning de hoge snelheid volhouden. De koploper wordt regelmatig gewisseld, maar welke bewering is waar? A. De koploper en volgers hebben allemaal aerodynamisch voordeel. B. De volgers hebben aerodynamisch voordeel. Voor de koploper maakt het niet uit. C. Zowel koploper als volgers hebben geen aerodynamisch voordeel. Het is het mentale effect. Of D. De volgers hebben voordeel. De koploper moet echter harder zwoegen dan wanneer hij in zijn eentje zou fietsen. 30 seconden bedenktijd. En vul het goede antwoord in. De eerste vraag is iets meer bedenktijd. 30 seconden, zijn we er al? Nog niet? 30 seconden. 30 seconden, dankjewel. Ik hoop dat jullie weten wat het goede antwoord is. Trinken papa, waar zit je? Hi, kom maar naar voren, je krijgt een applaus, hartstikke goed. Hi Trinken. Hallo. Welkom. Hij doet het wel, hè? Jij geeft les op het Saxion. Klopt, ik ben docent werktuigbouwkunde. En misschien dat jij antwoord kan geven op de vraag wat het goede antwoord is. Wielrenners die zijn altijd in een peloton aan het fietsen. Ja. En dat is goed, hè, voor de luchtweerstand. Ja. Maar wie heeft daar nou het meeste voordeel mee? Van de brand, wat? Monika, is de meeste rabbien, dat is niet natuurlijk. Devin, dus. Kan je beter niet doen, maar je kan wel heel hard fietsen op die manier. Nou, in een fietsenspeloton werkt het op net zo'n soort manier, maar een fietser is iets aerodynamischer dan een vrachtauto. Ja, wat er dus optreedt aan de voorkant, dat als je bijvoorbeeld zwemt of kijkt naar een boot, kan je dat misschien beter voorstellen. Eigenlijk stuur je de lucht een beetje voor je uit, dus je krijgt overdruk, dat wil zeggen iets meer druk dan de omgeving. En aan de achterkant kan de stroming niet zo snel opvullen, zeg maar, krijg je een wat lagere druk. Dus door dat drukverschil wordt eigenlijk het blokje wat hier getekend is, dat is eigenlijk ook gewoon een vrachtauto, dezelfde vorm, wordt die naar rechts toegezet, terwijl die naar links wil. Ja, dus dat kost extra kracht. Dus daar hebben die fietsers ook last van. Die fietser die daar dus achter zit, die heeft voordeel door die onderdruk, dat hij minder druk aan de voorkant heeft. Hij fietst zeg maar uit de wind. Nou, ik heb wat lopen zoeken.
Want de interessante vraag is natuurlijk, wat is er aan de hand met die koploper? Want dat die volgers voordeel hebben, dat snapt iedereen, denk ik. Ik vond een onderzoek waar ook CFD-berekeningen zijn gedaan. Dus je ziet hier weer die leuke kleurtjes. En daar zijn ook metingen gedaan in een windtunnel aan twee fietsers. En dan zie je een zijaanzicht en een bovenaanzicht. En wat je daar aardig kunt zien, is dat... als we kijken naar het bovenste plaatje, dat is een overdruk. Die lichtere kleur aan de achterkant, dat geeft aan een onderdruk. Waarom die precies nog een rood puntje bij zijn billen heeft, dat weet ik niet precies. Dat duidt weer op een overdruk. Maar in ieder geval aan de achterkant is hoofdzakelijk... Ja, het zal ook door het zadel kunnen komen. Ja, oké, laten we het daar maar niet over hebben. Had ik helemaal niet over moeten beginnen, sorry. Maar in elk geval, je ziet dat daar een flinke onderdruk is. Zet je er een fietser vlak achter... Dan krijg je daar ook weer een overdruk juist tussen die twee fietsers in. Dus wat treedt hier op? Die voorste fietser die heeft ook een licht voordeel doordat er iemand vlak achter hem rijdt. Dat weten, denk ik, veel mensen niet. Dat zullen we straks zien. Maar dan moet je niet denken aan hele grote verschillen. Het is iets in de orde grootte van 1-2% dat de voorste fietser dus voordeel heeft van het feit dat er iemand achter hem aanrijdt. Oh ja, en ik had dit nog meegenomen, want ja, wat is de link met die zonneauto eigenlijk? Ja, ook weerstand. Ja, ik heb vanochtend nog snel even een aerodynamisch vormpje opgezocht thuis. Ja. Nou, ik had er niet zo heel veel dingen thuis liggen, maar dit is een onderdeel van een surfplank, een skeg. Want als je een goede CW-waarde wil, zoals bij een zonneauto, je moet aandacht hebben voor de voorkant, de ronde voorkant, dat is hier. Mm-hmm. Mooi afgerond. Maar ook aan de achterkant moet je zorgen dat de... dat het weer netjes bij elkaar komt, de stroming. Dat je die wervels en zodoende de zuigende werking aan de achterkant, dat je dat niet meer hebt. Dat is eigenlijk het geheim. En als je gaat opletten om je heen, dan zie je heel veel dit soort vormen. Fietshelmen, auto's, kielen, noem maar op. Behoorlijk misklapen dit ook. Ja. Ik heb nog wel wat beters liggen, maar dat heb ik om die reden niet mee willen nemen. Dus ja. Oké, dankjewel voor je uitleg. Graag gedaan. Hartstikke goed. Geef haar een applaus. Trinken, dames en heren. Ik neem deze microfoon weer van je over. Trinken, papa. Dus het goede antwoord was... Wat was het goede antwoord? Ja. A was het goede antwoord. En toch hebben mensen massaal, klein verschil, op B gestemd. 42,7%. Ja, had je wel verwacht. Want de koploper heeft een beetje voordeel, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ja, maar ik had niet verwacht dat mensen dat, de meesten dat zouden weten. Dus ik had gedacht dat de antwoord B voor overwegend gekozen zou worden. Ja. En dat is gebeurd? Ja. Oké, dankjewel. Goed, dan gaan we kijken naar een stukje ontwerp van de auto. Dat was hem. Het wordt wel heel spannend gemaakt. We hebben twee puzzelstukjes gezien. Ja, is natuurlijk de bedoeling straks dat het hele scherm vol staat met puzzelstukjes. Zo dan kunnen we het ontwerp zien. We gaan door met mechanica. Mechaniciens opgelet. We gaan naar de volgende vraag. Dat heeft alles te maken met mechanica. Hè? Ook een van de dingen die gebruikt wordt. Inleiding van de vraag is, in Australië zitten veel... In Australië zitten veel veeroosters in de weg. En er wordt natuurlijk gereden in Australië straks. Door deze wisselende belastingen treden mechanische trillingen op. Je moet ervoor zorgen dat deze trillingen onder controle blijven. Want je wilt natuurlijk niet dat de onderdelen vermoeid raken en gaan breken. Nou, daar moet dus rekening mee gehouden worden bij het ontwerp daar, man. Dat er veel over wildroosters heen gereden gaat worden. En dan komen we ook dan bij vraag 2. Wat is de beste snelheid waarmee de toekomstige zonneauto over een wildrooster kan rijden, zodanig dat de mechanische trillingen in de auto tot een minimum worden beperkt? A, zo langzaam mogelijk. B, zo snel mogelijk. Of C, er is optimale snelheid. 30 seconden bedenktijd. En rechts onderin telt het klokje mee.
4, 3, 2, 1. En we zijn gesloten. Nou, ook iemand die veel van trillingen af weet, die gaat mij hierbij helpen om deze vragen uit te leggen. En die wil ik heel graag naar voren roepen. Dat is Jurnan Schilder. Jurnan Schilder, een applaus. Jurnan. Hoi. Jij weet alles van trillingen. Nou, wel veel. Gelukkig, dan ben jij de juiste persoon. ik ben heel erg benieuwd. Je hebt ook iets meegenomen. Wat heb je meegenomen? Ik heb een kleine demonstratieopstelling gemaakt waarmee we antwoord kunnen vinden op deze vraag. En waarmee we een klein beetje kunnen nabootsen wat er gebeurt als de echte zonneauto over een wildrooster rijdt. Oké, nou laten we daarna gaan kijken. Kan je uitleggen precies wat dit is? Ja, ik ga deze overnemen. Ik hoop dat we hem goed op het scherm krijgen misschien. Wat je hier ziet is een opstelling. Dit is een klein schaalmodelletje van de auto. En die is opgehangen tussen twee veren. En wat er gebeurt is hier aan de onderkant ga ik de onderste veer een klein beetje heen en weer bewegen. Dus als er heel veel, als er een wildrooster aankomt, zal hier aan de onderkant de wielen gaan trillen. En de vraag is eigenlijk hoe erg worden die trillingen nou doorgegeven naar de auto. Nou, waar de crux van zo'n probleem in zit, dat heeft alles te maken met eigenfrequenties. Elke constructie heeft meerdere eigenfrequenties. En wat belangrijk is om te onthouden, is dat trillingen heftig worden wanneer zo'n constructie precies in de eigenfrequentie wordt geëxciteerd. Nou, hoe ziet dat eruit? Dat zal ik even demonstreren. Wat ik nu doe, is ik laat de onderkant bewegen. En als het goed is, dan zie je dat, dat het autootje best wel heftig op en neer beweegt. En als je er heel precies naar kijkt, zie je dat het autootje veel heftiger beweegt dan de ondergrond. Dus dit is typisch een situatie die je niet wilt. Als ik de microfoon erbij houd, dan hoor je dat zelfs het autootje even loskomt van het touwtje. Dus dan stuitert de auto echt flink op. Nou, een van de manieren om dit te voorkomen is om voordat je over een wildrooster gaat rijden, te remmen. En wat er dan gebeurt, zal ik even demonstreren nu. Zeg maar even stil. Dus stel je voor dat we heel langzaam over zo'n wildrooster rijden. Dan gebeurt er het volgende. Nou, misschien dat het op camerabeeld heel mooi ingezoomd is, maar wat je ziet is dat de onderkant beweegt een heel klein beetje en de bovenkant beweegt eigenlijk op dezelfde manier mee. Maar duidelijk veel minder dan zo even. Dus in ieder geval remmen is al een beter idee dan wat we zojuist hebben gehad. Maar er was nog een derde optie en dat was heel snel rijden. Nou, dat wil ik ook nog even demonstreren. En alle snelheden die ik laat zien, die kun je ook terugvinden in een echte zonneauto. Dus die problematische situatie die treedt op bij ongeveer 50 km per uur. En wat ik zojuist liet zien, dat is ongeveer 10 km per uur op, zeg maar op kruissnelheid, dus op 90 km per uur. En daarbij zie je dat de onderkant heel heftig trilt en het autootje staat volledig stil. Dus het beste advies wat je zou kunnen geven is niet remmen, gas bijgeven, volle snelheid over zo'n wildrooster. Dankjewel Jurnan voor je heldere uitleg. Ik moet nog even iets vertellen. Je bent ook nog best wel beroemd. Beroemd en berucht, denk ik. Waarom? Je bent 23, hè, heb ik begrepen. Dat is vrij jong. Ja. Ja. En ik ben afgelopen jaar docent van het jaar geworden. Dus dat is denk ik waarom veel mensen in ieder geval op de UT me kennen. Vandaar je heldere uitleg. Dankjewel. Geef hem nog een applaus. Dankjewel, Jurnan. Ja. Eerder deze dag hebben we in samenwerking met Green Team Twente, het RLC van Twente en Maxamotor Benelux een ontwerpworkshop gehouden. Samen met drie basisscholen hebben we Auto's van de Toekomst tot leven gebracht. En ze zijn nog steeds bezig met de workshop. Wat houdt die workshop nou precies in? Die workshop is een onderdeel van een ontwerpwedstrijd. Vlak voor het einde van vorig jaar zaten we met Green Team Twente en Maxamotor Benelux zaten we om tafel. En we wouden eigenlijk
iets vets organiseren voor de kinderen. Waarbij ze iets gaan maken, maar ook dus ook echt iets gaan leren van techniek. En toen kwam eigenlijk al heel snel het idee van een zeepkistenrace houden. En toen dachten we van, het is eigenlijk wel heel erg leuk als die kinderen bezig gaan met het bedenken van de auto van de toekomst. En dat dan uiteindelijk vertalen naar een zeepkist en daarmee ook echt gaan racen. Wie gaat die zeepkist nou uiteindelijk maken? Gaan die kinderen dat zelf doen? Dat gaan ze niet helemaal zelf doen. Samen met het ROC van Twente gaan we die zeepkisten echt realiseren. De scholieren van het ROC gaan eerst een basiszeepkist maken. Dat is eigenlijk gewoon een basisplaat met wat wielen eronder. Zodat ook voor ieder team de kansen ook gelijk zijn. En dan is het zo, het ontwerp, de buitenschil, dat gaan ze dan weer samen met de kinderen doen. Er wordt een speciale bouwdag georganiseerd. En dan worden die ontwerpen dan weer tot leven gebracht tot zeepkisten. Ja hoor, er mag voor geapplaudisseerd worden, zeker wel. Zo zijn ze de hele dag ook bezig geweest om ook weer gewoon de kennis door te geven. Heel mooi. We gaan naar communicatie. Communicatie is iets wat in alle beroepsgroepen en overal natuurlijk heel erg belangrijk is. En een van de dingen waar het team veel mee te maken heeft, daar gaat de volgende vraag over. Want er zijn maar liefst 120 partners bij betrokken bij de totstandkoming van van de auto eigenlijk. En dat is behoorlijk veel. Er zijn veel kosten mee gemoeid en er zijn ook veel partners die gezegd hebben van wij gaan een handje helpen. Dus een project zoals dit kan dus zonder partners niet bestaan. Vandaar dat jullie allemaal ook hier in de zaal zitten. Dit is ook omdat het team iets voor jullie vrijgevigheid terug wil doen. Het Solar-team maakt gebruik van verschillende partnerpakketten, want iedereen wil rechtvaardig behandeld worden. En over rechtvaardigheid gaat toevallig ook het volgende filmpje, wat betrekking heeft op de vraag. Communicatie. Is the monkey who gets cucumber. On the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece she eats. Then she sees the other one getting grape and you will see what happens. So she gives a rock to us, that's the task, and we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us, and that's what she does. And she gets a grape, and she eats it. The other one sees that, she gives a rock to us now, gets again cucumber. Dit is een experiment met twee apen, zoals jullie al gezien hebben. En de apen krijgen, zoals je ziet, een verschillende beloning voor hetzelfde klusje. De linkeraap krijgt een komkommer en de rechteraap die krijgt druiven. Een echte lekkernij, vindt de aap zelf. Nou, wat doet iedere aap met zijn beloning? Dat is de vraag. Wat gaat iedere aap doen met zijn beloning? A, de apen eten allebei de beloning op. Of B, de linkeraap weigert de beloning. C, de linkeraap wil de rechteraap gaan aanvallen. Of D, de rechteraap maakt de linkeraap jaloers door de druif te laten zien. 30 seconden bedenktijd. Wat oh wat gaan de apen doen? Ja, wisten we dat maar. En dankjewel voor het muziekje. Interessant dit. Iemand die hier alles van weet is Patrick van Veen. En Patrick van Veen is oprichter en eigenaar van Ape Management. Het bestaat echt. En hij ronde zijn biologie-studie af in 1993 aan de faculteit in Utrecht. En de basis voor zijn werkzaamheden vormt het onderzoek naar de overeenkomst tussen sociaal gedrag van apen en van mensen in bedrijven. Soms ook hetzelfde, maar goed, daar weet Patrick meer over dan ik. Patrick is niet aanwezig, maar Patrick is er op het scherm. Hallo Patrick. Antwoord bij vraag 1. Als je kijkt naar die twee kapucijnapen, dan is het ontzettend belangrijk dat ze allebei exact dezelfde beloning krijgen voor diezelfde handeling. Rechtvaardigheid is eigenlijk een heel natuurlijk principe.
En dat zien we ook heel mooi eigenlijk in dit experiment terugkomen. Dat is hetzelfde als je kijkt naar een wedstrijd. Als je sponsoren hebt, dan wil eigenlijk de sponsor die de meeste bijdraagt, wil ook de grootste naam op die auto hebben staan. En iedereen die hetzelfde doet, wil ook op dezelfde manier beloond worden. En wat die twee kapucijnapen eigenlijk laten zien, is dat rechtvaardigheid eigenlijk een heel biologisch principe is. Het zit al in onze oermechanen, het zit in ons oermechanisme. Wat de een krijgt, dat moet ik ook krijgen als ze allebei tenminste hetzelfde hebben bijgedragen. She tests her rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. Ja, je kan een komkommer ook niet met druiven vergelijken, vind ik. 50% had het goed, de linkeraap weigert de beloning. Nou, dat is al heel goed, 50%. Ja, ik ga even de zaal in om te vragen of iemand dat ook, ik ga niet aan jullie weten alles, of iemand dat ook zo voorspeld had. Dag meneer, met wie heb ik het genoegen? Julian Rademaker. Wat had u gestemd? Ik heb B gedaan natuurlijk, ik zou hetzelfde reageren. Ja, ja, komkommer. Ja, ik hou niet van komkommer. Nee, ik ook niet. Ja, logisch. Toch wel hè, dus u zit bij die 50%, dat is heel mooi. Ik ga nog even verder vragen naar deze dame. Hallo, met wie heb ik het genoegen? Judith Damveld. Hi, wat had jij als goed antwoord? Ja, ook B. Ook B. Dus zo moeilijk was de vraag ook weer niet dan. Hè? 50% is heel veel, hoge score, 50%. Goed, hier nog eventjes. Had jij ook B? Nee, ik had D. Oh, dat is interessant. Waarom dacht je dat? Ja, ik had het niet gezien, dus ik gokte maar wat. Ja. Oké, okay, nou ja, B, D. B was het goede antwoord. 50%, heel goed gedaan. Oké. Okay. Dank jullie wel. Dan gaan we naar de volgende vraag. Elektrotechniek. Boom! Dan gaan we nu naar de vierde vraag. We houden het spannend. Okay. Nou, wat is nou de belangrijkste reden dat een wifi router twee antennes heeft? A. De kans op een slechte ontvangst is met twee antennes aanzienlijk kleiner dan met één antenne. Of B. Met twee antennes kun je in totaal sterkere signalen verzenden en omgekeerd meer energie uit de lucht plukken. Of C, één antenne zendt min of meer alle kanten op, maar met twee antennes kun je richten. Dat is de vraag. 30 seconden bedenktijd. Precies 30 seconden en de muziek ook. Dankjewel. Stemming is gesloten. Arjan, ik ben heel erg benieuwd naar het antwoord. Nou, het is heel grappig wat jouw radioverbinding was blijkbaar net weggevallen. En dat moeten we bij de zonneauto natuurlijk niet hebben. En ook thuis niet. Thuis gebeurt dat af en toe ook en dat is heel vervelend. Dat wil je niet. Ik ga uitleggen hoe dat werkt aan de hand van een filmpje. Want waar het namelijk mee te maken heeft, is de manier waarop die radiogolven van een zender naar een ontvanger gaan. Dus bijvoorbeeld van je laptop naar die router toe. Dus we moeten even een filmpje erbij hebben om te kijken wat hier precies gaat gebeuren. Kijk, van die radiogolven, dat gaat eigenlijk een beetje op dezelfde manier als golven op het water. Dus wat ik hier heb proberen te laten zien, is wat er gebeurt als je een balletje op en neer beweegt op het wateroppervlak. Dan krijg je dus golven die zich netjes over de ruimte verspreiden. Dan zet je ergens in het veld zet je de ontvanger neer. En wat die ontvanger dan eigenlijk ziet, is een soort trilling. Dus eigenlijk ben je dan weer terug bij het verhaal van Jurnan. Alleen wat we hier zien is een heel ideaal geval. Die radiogolven die kunnen zich netjes door de ruimte verspreiden. Waar je ook gaat staan, je hebt overal ontvangst. Nou heb ik op het volgende filmpje iets laten zien wat al ietsje lastiger wordt. Dat is namelijk als we een reflectie hebben. Wat ik in het volgende filmpje heb gedaan, is ik heb aan de linkerkant heb ik een reflectievlak neergelegd. Wat er dan gebeurt, en ik zet even de router weg. Als ik ergens op een bepaald punt in de ruimte ga staan, en bijvoorbeeld precies rechts naast dat balletje, dan ontvang je daar eigenlijk twee golven. Eén golf die gaat rechtstreeks van mijn balletje naar mijn ontvangstantenne toe, zeg maar. Maar er is ook een golf die vanaf het balletje eerst naar links gaat, weer kaatst
En dan pas bij de antenne komt. Dus die komen niet tegelijk aan, want die golf die eerst naar links is gegaan, die heeft natuurlijk een langere weg afgelegd. Nou, wat hier eigenlijk gebeurt, dan moet je even uw fantasie gebruiken om dat te begrijpen. Die golven die hier zo lopen, die vallen op een of andere manier precies over elkaar heen. Ik ga even jou de microfoon geven. Dus als ik een golf heb, dan heb je altijd pieken en dalen. Mijn vingers even de pieken zijn en de gaten tussen mijn vingers de dalen. Dan vallen op alle punten rechts van de bron, vallen die pieken netjes over elkaar heen. Dus wat je dan krijgt, is dat die twee golven die tellen bij elkaar op, krijg ik een mooie sterke golf. Ja, dus wat ik krijg is op al die punten hier, heb ik een hele goede ontvangst. Ja, want de golven tellen netjes in fase op, zoals dat heet. Ik heb een sterke ontvangst. Als ik nou op die rare vage lijn die daar zo loopt, als ik daar ga staan, dan gebeurt precies het omgekeerde. Dus nog een keertje. Ik heb mijn pieken van de ene golf en mijn dalen van die andere golf, maar die vallen juist, met andere woorden, als ik op die lijn ga staan, dan heb ik eigenlijk bijna geen ontvangst. Dus je ziet daar wel iets vaag langslopen, maar als ik precies in een vast puntje ga staan, dan ontvang ik bijna geen signaal. Ja, dus vandaar dat we dit rare patroon krijgen. Sommige plekken heb je goede ontvangst, sommige plekken heb je geen goede ontvangst. Nou, dit is nog een relatief simpele situatie. We hebben maar één reflectievlak daar links. En daarom krijg je een redelijk regelmatig patroon. We kunnen redelijk goed voorspellen waar de ontvangst goed is en waar de ontvangst slecht is. Nou, in de praktijk heb je een heleboel objecten die kunnen ervoor zorgen dat je reflecties krijgt. Hier valt dat op zich nogal mee. Maar als je binnenshuis gaat staan, dan heb je zoveel objecten die golven weerkaatsen, dat je een verschrikkelijk ingewikkeld patroon kunt krijgen. En dat staat in dit plaatje. Dus dat blauwe puntje daaronder, dat is mijn zender. Die groene vierkantjes, dat zijn allemaal reflectiepunten. En wat je hier nou eigenlijk ziet, is dat rode, dat geeft een beetje aan hoe sterk het signaal is op die plek. Dus lichtrood, dat betekent van ik heb een mooie sterk signaal, goede ontvangst. En die donkere plekken, daar heb ik juist slechte ontvangst. Dus op die plek doven de golven elkaar uit. Nou, omdat ik zoveel van die reflectiepunten heb, heb ik een ontzettend onvoorspelbaar patroon. Dus met andere woorden, als ik gewoon ergens mijn antennetje neerzet, dus ik heb bijvoorbeeld mijn routertje, en ik heb maar één antennetje, nou, dan kan ik net pech hebben en dat ik dat ding net op de verkeerde plek neerleg. Dus wat je eigenlijk krijgt, ik heb hier stiekem even wat verstopt, eigenlijk is het een soort kansexperiment. Je weet niet precies wat er gaat gebeuren, stomweg omdat de situatie veel te ingewikkeld is. Dus ik gooi een dobbelsteen, als ik pech heb, gooi ik een 1. Heb ik een slechte ontvangst, is mijn verbinding weg. Doe mijn oortje niet. Als ik geluk heb, gooi ik nou, minimaal 3, 4 en dat is wel voldoende. Dan heb ik wel een goede ontvangst. Nou, wat is nou de reden dat ik 2 van die antennetjes heb? Wat ik nou uiteindelijk krijg, is dat ik die twee antennetjes op verschillende plekken neerzet. En als ik die twee antennetjes maar ver genoeg uit elkaar zet, dan betekent dat eigenlijk dat ik 2 keer met die dobbelsteen mag gooien. Ja, en de kans dat ik een 6 of dat ik een 1 gooi, dat is 1/6. Dat is nog een redelijk aanzienlijke kans. Als ik 2 keer gooi, nou, dan moet ik wel heel erg veel pech hebben, wil ik 2 keer achter elkaar een 1 gooien. Dat is 1/36. En dat brengt me bij het goede antwoord. Dat was antwoord A. De kans dat je een slechte ontvangst hebt, is door die 2 antennes aanzienlijk kleiner dan wanneer je 1 antenne hebt. Dat is heel interessant, dankjewel Arjan. Ik zie dat heel weinig mensen dat goed hebben. Dat was natuurlijk de bedoeling. Dat is een beetje de instinct. Dat was de instinker. Dus dankjewel voor deze heldere uitleg. Hij is natuurlijk universitair docent, hè, die te maken heeft met telecommunicatie. Dankjewel. En jullie hebben ook nog een prijs gewonnen. Ik had vorig jaar de onderwijsprijs bij Electrotechniek. Fantastisch. Dankjewel voor deze heldere uitleg. Geef een applaus aan Jan Meijering. Dankjewel. We gaan naar vraag 5. En dat is een vraag over de structuur van de auto. Een structurele vraag, zeg maar. En dat is de één na laatste vraag. En straks gaan we dus het hele ontwerp zien van de auto. Vraag nummer 5. Het is mogelijk om een buis te maken van vezelversterkte kunststof door vezels te wikkelen om een doren. Die houdt Laurent vast. In welke richting zou je de vezels oriënteren voor een buis die onder torsie wordt belast? Is dat A in de longitudinale richting van de buis? Dat is een mooi woord, mooi scrabblewoord. Nee. Ja, doe maar linksaf, dat is Twents. Of B, in de tangentiële richting van de buis. Of C, op 45 graden van de longitudinale richting. Dus dat heb je schitterend gedaan. Maar voor mensen die dat niet weten, onder torsie, dat betekent net alsof ik een theedoek ga uitwringen. Ja, dat is torsie. Longitudinaal is dus in de lengterichting van de buis.
Een tangentieel is lodrecht eigenlijk op de buis. En 45 graden is ook 45 graden van de een van die twee richtingen. Ja? Veel succes. 30 seconden. Ik ben benieuwd. Weet niet wat het is? Ik weet niet wat het is. Nee, interessant. Ook niet. Ja, ik krijg iets meer bedenktijd. Iets meer. Is het A, B of C? Ja, het is al gesloten. We krijgen iets meer bedenktijd. Dus het juiste antwoord is C. Is het nog? Het juiste antwoord is C. Het juiste antwoord is C. C, toch? Ja. 45 graden. Waarom is dat zo, Laurent? Nou, dat kan ik toelichten aan de hand van de volgende slider. Ja. Dus daar komt nu een slider. Ja, en dan ga ik het naast jou leggen, anders zien mensen helemaal niks. Dus als ik eigenlijk een buis onder torsie heb en ik kijk naar een stukje materiaal daaruit, dat heb ik hier geschetst. Het is net alsof dat stukje materiaal onder afschuiving wordt belast. En om het uit te leggen, heb ik de volgende stuk van de sheet. Het is net alsof je dus een plaatje neemt. Nou, net zoals, ik neem zomaar een plaatje die ik ergens vastmaak. Er zit kost of wezel overal nu. Ik maak het hier vast en ik druk in deze richting. En dat betekent dat dat hele ding gaat afschuiven, heet dat. En dus de juiste richting om de wezels te leggen is dus op 45 graden. En dat kunt men vergelijken als men een structuur bouwt met staven. Net zoals dit soort structuren waar bijvoorbeeld die lampen hangen. Is dat, dan heb ik dus vier staven en in het midden, en daar komt die, misschien... Ja, een staaf op 45 graden. Dat is de optimale constructie met vijf staven om dus een constructie te maken die dus kan tegen afschuiving. En dus dat kan zeer vertaald worden in een torsiestijve buis. Nou, dat zijn typisch de soort toepassingen die dus de studenten van het SST Auto hebben toegepast. Dus niet alleen wezeloriëntatie, maar ook de voororde waar men dus de laagjes op elkaar legt. Een goed voorbeeld daarvan, en ik denk dat dat veelvuldig gebruikt werd met het ontwerpen van de auto, is dat ik kan ook met dit stuk materiaal twee laagjes aan de buitenkant van een stuk materiaal gebruiken. En in het midden verbonden met wat men noemt sandwichmateriaal, die alleen maar ervoor zorgt dat ik de kracht van de ene kant naar de andere kant terugbrengen. En dan krijg ik dus een constructie die heel licht is en enorm buierstijf is. Ja, probeer maar, dat is altijd indrukwekkend. Oeps, en nu maar. We gaan weer naar het draaiboek. Dus wat was jij, Jeffrey? We waren bij 13. De ene laatste vraag, Laurent. Leuk dat je het vraagt. Oh shit, ik heb een bende van gemaakt, sorry. Geen probleem. Zondag is het vandaag. Hey, ik ben heel erg benieuwd. Dit soort delen, hoe kan je die nou monteren? Ja, dus het beste is om proberen om zoveel mogelijk te integreren. Dus hier heb ik dus een huid, ik heb voetjes, ik heb ribben en alles is aan elkaar in één keer gedaan. Ja. Maar soms moet je bijvoorbeeld een wielophanging daarop zetten. Ja. En dan in het geval van de STT auto zal dat door middel van lijmen of mechanische verbinding worden. Dus boutensystemen of klinknagels. Ja. En er zijn dus bepaalde kunststoffen die ook kunnen lassen. Oké, en hoe doe je dat? Hoe las je dat? Dus wezelversterkte thermoplasten. Een thermoplast kun je opnieuw smelten. Ja. En daardoor kun je, als je die twee oppervlakten, nadat je gesmolten hebt, tegen elkaar brengt, dat zit het vast. Dat doe je met warmte? Met warmte. Kan je daar een voorbeeld van geven? Nou, misschien kan ik een demootje geven. Een demootje. Ja, heb ik hier een föhn meegenomen. Dan gaan we deze, die zal ik even aanzetten. Uit zijn eigen collectie. Dus hier zou ik mee... ik heb een keer geprobeerd, dat ging niet goed. Dus ik zal dat niet even adviseren. En ik neem dus nu twee stukjes materialen en een handschoep, want ik ben niet gek. Dit is geen koolstof, trouwens, want wezelversterkte kunststoffen kun je ook met glas maken. Dus dat zijn glasvezels. Dus twee stukjes glasvezel met een thermoplast. Dus dat is niet mogelijk om dat toe te passen, om te lassen zoals ik nu ga doen met de STT auto. Want die zijn gemaakt van wezelversterkte thermohaarden. En die kun je niet opnieuw smelten. Perfecte keuze voor de STT auto. Want het is een enkel auto. Ook al zou je een stuk of 10 maken, dat gaat heel goed. Zodra je dus 100 auto's per dag wil gaan maken, dat wil niet meer. Dan moet je met dit soort materialen doen. Dus wat ik ga doen is dat ik neem mijn handschoen op. Ik heb dat nooit geprobeerd op dat stuk, maar goed, dat moet een eerste keer zijn. En wat ik ga doen is, ik ga lokale
verwarmen. En gaat die door het andere deel heen? Ik hoop van niet. Oh ja, dan heb ik natuurlijk de handschoen op de verkeerde kant. Dat is de Franse slag, juist. En nu druk ik daarop. En zo hard als ik kan. Het is niet zo heel hard. Dus de truc is temperatuur, druk en tijd. En dan moet je de juiste parameters vinden. Nou, die doe ik maar wat. Het is inderdaad de Franse slag. En dan hoop ik dat het gaat lukken. Ik hoop het ook. Denk je dat het genoeg is? Oh, ik kan deze trouwens even uitdoen. En nu kunnen we proberen. Is er een muziekje daar vooraf? Zo van spannend muziekje? Ja, shit. Is niet gelukt? Dat is niet gelukt. Nee. Nou, gisteren wel. Ja. Maar ja, zo'n dag is het, Laurent. Dat was dit. Dan is het resultaat. Ja, probeer maar. Dat zit behoorlijk vast, hoor. Maar je bent misschien wat sterker als ik. Zal ik ook even je kaartjes weggooien? Het is gelukt nu. Hij moet hard trekken, joh. Vast. Je moet goed hard trekken. Ja, niet kapot maken. Trekken. Hij zit trekken, kijk. Nee, met de juiste conditie gaat het heel goed. Echt waar. Dankjewel. Dankjewel. Hallo, Laurent. Dankjewel. Ja, al die technieken in de auto is heel inspirerend om te zien. We gaan even kijken naar de antwoorden. Dit was echt de hoogste score tot nu toe. 76% van de mensen had er geen enkel twijfel over. 45 graden, dat is de beste manier. Het puzzelstukje. De auto begint langzaam vorm te krijgen. Ik ben erg benieuwd welke stukjes we erbij krijgen om te laten zien hoe de auto eruit ziet. We gaan bij nog één vraag, maar we gaan nog even kijken hoe het vandaag ging. Het gaat over luchtweerstand, de rolweerstand en dat de auto zo licht mogelijk moet zijn. Wat gaan jullie dat straks maken? Ja, zoiets willen we maken, maar de wind kan ook via de andere kant komen. Maar daar moeten we nog even over nadenken hoe we dat gaan doen. We hadden allemaal een tekening gemaakt en die wouden we met elkaar, ja. Ik heb voorgesteld om die met elkaar te kruisen, de goede dingen van elke auto. Dat wordt dan samen een hele goede. Zoals van Jesse, want ik zat met het probleem dat die voor mij heel erg hoog was, dus niet onder een brug doorkomt. Dus dan hebben we van die stapel propellers. Welke oplossing hebben jullie voor die slappe brug verzonnen? Nou, hij is nog wel redelijk licht en dan kun je er lang kun je erop zitten, dan valt hij niet zomaar naar beneden. Het zijn dikke banden, want dan gaat hij niet tussen de gaatjes vallen en dan gaan ze niet zomaar lek. Achter nog een klep, die kan nog dicht. Eventueel kun je daar ook nog spullen in doen. En dan zit daar bovenop zonnepanelen. En als je er bijvoorbeeld zelf een keer in wil zitten, dus een tweepersoonsauto, dan kun je daarachter zitten ook eventueel nog een noodgordel. En dan kan je hem openlaten en dan vangt hij alsnog wel zonne-energie op. Kinderen zijn heel erg creatief. We hebben hele concrete voorwerpen voorbij zien komen of onderwerpen voorbij zien komen. We hebben ook hele creatieve kinderen die bijvoorbeeld met magneetauto's langskomen. Met al, dat is een goed idee, dus het is heel divers. Dat vind ik eigenlijk wel leuk, want je moet je eigen auto ontwerpen. En dan kun je eigenlijk ook zelf goed zijn voor het milieu, want benzine kan ook een keer op zijn. We gaan naar de zesde en laatste vraag in de wetenschapsquiz en dat is het team en het management. Daar gaan we. Goed, bij een race waar de wagens zo dicht bij elkaar liggen is niet alleen de auto het belangrijkste, maar een goed werkend team kan natuurlijk ook dat ene verschil maken. Vandaar dat het team een belangrijk onderdeel is voor de eerste plek. Kijk, het Solar Team Twente, ze zitten hier nog steeds vooraan, bestaat uit 19 personen. En van diverse pluimage, om het maar zo te zeggen. We hebben een ICT-student, we hebben twee elektrotechnici, we hebben een technisch bedrijfskundig student, we hebben een natuurkundige en we hebben maar liefst 10 werktuigbouwkundigen. En dan ook nog twee creatievelingen die het industrieel ontwerp studeren. Dat klopt, hè? Wie zijn dat? Daar zijn jullie. Oké, hartstikke goed. Zometeen gaan we het ontwerp zien. Daar heb jij natuurlijk jullie daar heel erg mee te maken hebben gehad.
En het mooie is ook dat deze mensen, die doen dit natuurlijk omdat ze een passie hebben om dit te doen. Maar iets waar ik van geschrokken ben en wat ik echt ontzettend mooi vind, is dat ze maar liefst 1,5 jaar met hun studie stoppen om dit te kunnen doen. Dus dat vind ik sowieso al een ontzettend groot applaus. Dat je gewoon 1,5 jaar in deze tijd met studieschuld en alles wat je moet terugbetalen, dat je dat gewoon doet. Prachtig. We gaan kijken naar de laatste vraag. A pot of hazelnuts and the flint that's needed to open the lid. You need both to get a nut, but they're separated by a see-through barrier. Vulcan has the rock, but can't reach the nuts. Virgil has the nuts, but knows he can't eat them without a rock. Vulcan quickly offers the tool. He must hope Virgil is smart enough to open the lid and fair enough to cut him in on the spoils. Virgil is struggling. He doesn't have his friend's skill. And Vulcan is getting impatient. The flint is finally through the lid, but can Virgil be trusted to share the nuts? Weer een apenfilmpje dus. Daar komt weer de vraag. Kan de rechteraap vertrouwd worden met de noten? A. Ja, hij deelt ze, maar oneerlijk. B. Ja, hij kan vertrouwd worden, maar hij deelt de noten en verdeelt ze eerlijk. C. Nee, hij eet de noten zelf op en houdt de steen. Of D. Nee, maar hij geeft wel de steen terug. Interessante opties. 30 seconden bedenktijd voor de laatste vraag. In de laatste categorie. En wie kan het nou beter uitleggen dan Patrick van Veen? With Vulcan out of reach, it must be tempting to take the lot. Three nuts, a fair share. Vulcan and Virgil have used teamwork to beat the system. Wat je ziet is dat die kapucijnapen hebben elkaar nodig om samen bij die noten te komen. De ene heeft het gereedschap en de andere heeft toegang tot de noten. Het is eigenlijk hetzelfde als in een project waar je samenwerkt. De ene heeft de kennis, de andere heeft misschien marketing expertise en kan zorgen voor de bijdrage van sponsoren. Maar je hebt uiteindelijk hele verschillende mensen nodig om één team, om als één team succesvol te kunnen zijn. Maar dan is het ook natuurlijk wel belangrijk dat je allemaal profiteert van de opbrengst. En dat zie je ook heel mooi in dit experiment met die kapucijnapen. De een levert de steen om toegang te krijgen tot die noten. Maar dan wil die natuurlijk ook wel uiteindelijk profiteren daarvan. En dan moet er ook rechtvaardig gedeeld worden. En dat is hetzelfde als in een team. Iedereen is belangrijk om tot een goede resultaat te komen. Maar dat betekent ook dat iedereen wil profiteren van de opbrengst. Dankjewel Patrick van Veen, de bioloog. Ja, dankjewel. We gaan naar het laatste puzzelstukje kijken. En dan wordt het ontwerp onthuld. Even kijken hoe jullie het hebben gedaan. 35% B, goede antwoord. 35,9%. Wie had dat? B? Heerlijk, hè? Eerlijkheid. Ja, klopt. Goed.
Het laatste puzzelstukje. Ja. Dat is hem dus. Ik zie dat. Ja, er gebeurt niks. Dat hoort natuurlijk ook zo. Want ik heb het al gezegd, hè. Het is design vandaag, maar het is powered by human energy. En om te zien hoe de auto eruit ziet, hebben we het volgende bedacht. Zit in ieder geval goed ingepakt. Zo. Zo. Wie wil? Het laatste moment. Ik ga gewoon mensen uitkiezen. Hè? Kijk eens. Oh, dit is perfect. We hebben namelijk, krijg ik net hier de score binnen van de top 3 van vandaag. Voor de mensen die het, het beste gescoord hebben. Een aantal mensen hebben nu echt spijt dat ze goede antwoorden hebben bedacht. Ik roep naar voren de top 3 van vandaag. Attila Caspici, Peter Oude Veldhuis en Wouter de Vries. Komen jullie naar voren. Dat wordt fietsen. God. Alsjeblieft. Je had alles fout, hoe kan dat nou? Je had alles fout, ik geloof er niks van. Het is voorop gezet. Hi. Hi Wouter. Hi. Hi. Kom verder Peter. Nou, jullie mogen plaats nemen op een home trainer naar keuze. En het is nogal een verantwoordelijkheid die jullie hebben, want de hele eer van het Solar Team Twente zit nu in jullie benen. Dus ik zou zeggen, laten we aftellen met z'n allen. En door middel van of jullie echt je best doen of niet, wordt het ontwerp. Ja? Zullen we aftellen met z'n allen? Daar gaan we dan. Dat is 3, 2, 1 en go! Ja, dat wordt fietsen. Kom op, hè, kom op. Hè. Meer fietsen. Jullie mogen een beetje aanmoedigen en een beetje lawaai maken. We willen natuurlijk allemaal zo snel mogelijk het ontwerp zien. Inderdaad, Peter ligt op kop. Ik kijk hem eens ontspannen naar doen. Fantastisch. Attila, je rookt te veel. Ik zie het aan je gezicht. Gewoon een beetje gas erop. Kom maar op, kom maar op, kom maar op. Ja, nee, dat gaat echt goed. Wouter, kom op man. Een beetje meer power op die pedalen. We willen even zien wat er gaat gebeuren. Kom op, meer gas erop. Dit is een race, hè. Dit gaat om winnen. Dit gaat om de eer van de Universiteit Twente. Alle partners en het hele Solar Team. Saxion Hogeschool, Thales, iedereen is erbij betrokken. Komt u maar. Blijven lachen is heel belangrijk. Moedig ze nog een beetje aan, want ze zijn er nog lang niet, hè. Kom op. Ja, ja. We willen allemaal het ontwerp zien. Human energy. Nee, we zijn er nog niet. Oh, wacht, daar gebeurt iets. Ja. Volgens mij zie ik iets gebeuren. Ik denk dat dit hem is. Genieten jullie ervan. Goed gedaan, heren. Dank jullie wel. Peter, Wouter en Attila, kom er even bij. Kom er even bij. Kom er even bij. Dat is vermoeiend, hè? Ja, daar zit veel power achter. Ik heb goed... Kom jullie eventjes hier staan. Kom jullie even in het midden staan met z'n allen. Ik heb goed nieuws voor jullie. Ik heb namelijk een prijs voor degene met het meest rood aangelopen hoofd. Wie is dat? Jullie mogen kiezen wie dat is. Vanaf hier is het moeilijk te zien in de lampen. Ben jij het?
Wie is het? Wie is de winnaar? Wouter. Is Wouter de winnaar? Wouter, nou, je ziet er heel ontspannen uit. Je bent nog niet, ja? Rood. Zullen we Wouter gewoon de winnaar maken? Het meest rood aangelopen. Je hebt wel een ontzettende hartslag. Ja. Wouter, gefeliciteerd. Kijk eens wat jij wint. Dit is heel bijzonder. Dat hebben we speciaal laten maken voor jou. Je mag hem openmaken. En je mag hem laten zien. En delen met het publiek. Oh. Een model. Van de nieuwe auto van het Solar Team Twente. Heren, dank jullie wel. Sportief. Ja. Neem wat te drinken. Of ga aan de beademing. Een van de twee. Nou, de auto is dus... dit is dus het design van de auto waarmee je in Australië gereden hebt. En ik wil graag de technisch manager van het team, Robin Hanrikman, naar voren roepen. Dag Robin. Hi. Yes. Hi. Dit is hem dan. Ja, dit is hem. Ben je er trots op? Ik ben er zeker. Ik ben heel trots op. Heel trots op. Wat is er, laten we even aan de zijkant staan, zodat mensen nog een beetje mee kunnen kijken. Wat is er nou veranderd aan de auto in vergelijking met vorig jaar? Nou, zoals mensen wel kunnen zien, de mensen die de auto van de vorige editie kennen, van 2013. Daarbij staat het mooie bultje aan de bovenkant, de canopy, staat nog in het midden. Dit jaar gaan we asymmetrisch rijden, het nieuwe concept, het veelbelovende concept. En waarom is asymmetrisch beter in dit geval? Het heeft meerdere redenen. De grootste reden is dat we op deze manier optimaal om kunnen gaan met de weersomstandigheden in Australië. Een van de dingen is de schaduw die op de zonnepanelen valt. Dat wordt op deze manier verminderd. En dat brengt ons weer dichter bij de eerste plaats. Mooi. Wat is er nog meer veranderd? Is de auto lichter bijvoorbeeld dan vorig jaar? Het gewicht is ongeveer gelijk. Precieze aantallen kan ik nu nog niet geven. Het hoofdzakelijke wat veranderd is het design. Het concept, een nieuw concept. Ja. Concept wat dit jaar gewoon onze winst gaat leveren. Waarom is het zo dat de auto eigenlijk elk jaar weer helemaal opnieuw wordt opgebouwd? Dat heeft eigenlijk ook meerdere redenen. Een van de redenen is, er komt een nieuw team. Een nieuw team wil nieuwe dingen ontwikkelen. Technologie gaat zo ontzettend hard dat we elke twee jaar eigenlijk wel weer een nieuwe auto kunnen. En daarnaast mogen wij samenwerken met al onze partners die ook hier in de zaal zitten. Dat het ook mogelijk is om elk jaar weer een perfecte auto te bouwen voor elke twee. Nieuwe innovaties. Heeft de regelgeving daar ook nog iets mee te maken? Ja, ook qua regelgeving verandert het een en ander. Elke twee jaar wordt er een nieuw reglement uitgegeven door de organisatie van de World Solar Challenge. En aan de hand van die reglementen bouwen wij onze auto op. En elk jaar of elke twee jaar verandert er weer wat. Zo zijn we vorige editie van driewielen naar vierwielen gegaan. Dit jaar zijn er weer wat nieuwe regels aangescherpt. De mock-up die is er, de techniek die doet het. We hebben het ontwerp gezien, nu komt alles bij elkaar. Wat zijn de volgende stappen voor jullie als Solar Team? Ja, we hebben inderdaad net onze testfase gehad met de testauto. Nu kunnen wij op gaan bouwen naar de echte auto. We gaan vanaf aankomende maandag gaat de echte productie beginnen. We gaan onze echte auto gaan bouwen en daarna testen. En daarna gaan we natuurlijk ook de auto presenteren. Wanneer is het moment dat de auto gepresenteerd gaat worden? Dat zal eind juni waarschijnlijk zijn. Tijdens een groot evenement. Meer informatie daarover volgt natuurlijk. Daarna gaan we de testfase dan in en dan naar Australië. Fantastisch. Ik wens jullie ontzettend veel succes. En geef ze nog een applaus. Solar Team Twente. Dankjewel. Wou je nog iets toevoegen? Sorry? Wou je er nog iets aan toevoegen? Ik wil gewoon iedereen hier hartstikke bedanken. Ik vind het prachtig om te zien dat de zaal zo ontzettend vol zit. Ja. Het leeft. Het leeft. Twente mag weer trots zijn. Twente mag heel trots zijn. Precies, dat is ook wel nodig, ook in deze tijden. Ik zeg niks. Dankjewel. Ik wil nog Irene, waarbij je? Kom nog even naar voren, de teamleider. Jij mag ook nog eventjes in het zonnetje. En het slotwoord is aan jou voor deze dag. Nou, ik wil je eigenlijk jou heel erg bedanken, Jeffrey, voor je mooie woorden vandaag. Volgens mij een hele succesvolle middag geweest. Ik vond het zelf in ieder geval heel erg leuk. Ik hoop jullie ook. Ik wil jullie allemaal uitnodigen om nog met ons na te praten en een drankje met ons te komen drinken. Hier zo meteen bij de bar kunt u wat te drinken halen. Voor de ouders van Solar Team Twente is er een apart programma. En voor jullie informatie meer. Als jullie hier even zouden willen wachten, dan volgen de instructies vanzelf. Heel hartelijk bedankt voor jullie komst vandaag. Jeffrey bedankt en nog één hartelijk applaus voor iedereen. Dank jullie wel.